Hoi, welkom bij weer een nieuwe video. Super gezellig dat je er bent. Het voelt echt alsof ik al heel lang niet meer op YouTube ben geweest. En dat is ook wel een beetje zo. Ik heb een korte break genomen. We zijn naar Curaçao geweest voor onze soort van babymoon tussen aanhalingstekens. Om lekker te genieten van een soort van laatste vakantie met z'n tweeën zonder de baby. Nou, dat was echt fantastisch. Het was daar 29 graden. We hebben allemaal leuke dingen kunnen doen. Dus ja, ik heb daar echt ontzettend van genoten. En toen we terugkwamen vielen we eigenlijk een soort van met onze neus in de boter, want een paar dagen later was het alweer kerst. Dus ik dacht bij mezelf van ja, of ik ga mezelf nu helemaal de stress inwerken om er maar voor te zorgen dat er dan 2 video's online komen per week. Of ik neem nu gewoon heel eventjes een korte break voor mezelf. Om gewoon mezelf eventjes een soort van mini vakantie te gunnen met de feestdagen. Nou, en voor dat laatste heb ik gekozen. En ik hoop dat je dat begrijpt. En ja, eigenlijk ga ik nergens anders van uit. Maar in ieder geval dan weet je waarom het heel eventjes stil is geweest op mijn YouTube kanaal. Maar ik ben weer terug. Ik heb weer nieuwe energie. Voor het nieuwe jaar ook. En dat gezegd hebbende, het leek me dus heel erg leuk om in deze video je twintiger jaren te vergelijken met de jaren dat je 30 bent. Nou, ik ben nu 29. Dus ik moet nog wel 30 worden. Maar ja, ik zit er bijna tegenaan. En ik ben nu natuurlijk zwanger. Dus ik vond dit gewoon een heel erg leuk en mooi moment om deze video te maken. Misschien dat je zelf nog jonger bent dan 20 of dat je al ouder bent. Ik wil hier gewoon een gezellige kletsvideo van maken en ik wil dus mijn ervaringen met jou delen. En het zou natuurlijk super gezellig zijn als je misschien in de comments achterlaat welke dingen je herkent of welke dingen je bij jezelf hebt gemerkt. In ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Ga er lekker voor zitten en dan gaan we snel beginnen met de video. Een lijstje gemaakt en waar ik mee ga beginnen, en dat is misschien wel het meest logische voor mij, dat is het feit dat ik moeder ga worden. Ik weet niet waarom, maar vroeger zei ik altijd van ja, ik wil later heel jong moeder worden. En ik ben nu dus 29 en ik ben nu 22 weken zwanger. Dus heel jong moeder worden, ja, wat is jong natuurlijk? Dat is ook weer zoiets. Maar in ieder geval, wat voor mij natuurlijk heel erg gaat veranderen, is dat ik straks moeder word. En dat is zo'n bijzonder gevoel. Ik dacht altijd bij mezelf van ja, komt er dan misschien zo'n moment dat je dan echt het gevoel krijgt van ja, ik ben er helemaal klaar voor om moeder te worden. Ik wil kinderen. Gaat dat moment ooit komen? En dat is natuurlijk bij iedereen anders. Maar zoals ik al zei, in deze video ga ik gewoon puur mijn eigen ervaringen met je delen. En voor mij was het wel echt eigenlijk dat er ineens een soort van kwartje viel. Opeens dat ik het heel erg voelde. Dat ik het durfde toe te laten, dat gevoel. En dat ik instinct, dat moedergevoel, dat ineens heel erg sterk werd. Van wauw, ik ben gewoon zo klaar met mezelf. Ik ben gewoon helemaal klaar om voor iemand anders te zorgen. Om mijn liefde aan iemand anders te geven. En dan heb ik het niet over je partner in een relatie, maar aan je eigen kind. Een beetje gek om te omschrijven, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat gevoel was bij mij dus wel echt ineens gekomen. Dus ja, dat gaat een enorme verandering zijn natuurlijk. Dus ik denk ook dat als ik deze video volgend jaar nog een keer ga maken, dat alles ook weer totaal anders is. Maar in ieder geval, als ik 30 word, dan is de baby er al. Dus hele spannende tijd. Maar dat betekent dus natuurlijk ook dat er ontzettend veel gaat veranderen. En ik ben ook stiekem wel benieuwd, als je zelf al ouder bent, laat het vooral weten in de comments wat er voor jou allemaal is veranderd. Of voor jullie, of... Nou, ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Want ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik probeer het allemaal een beetje leuk af te wisselen. Lichamelijke kwaaltjes. En dat heeft niet eens te maken met de zwangerschappen. Maar ik merk gewoon echt aan mezelf dat ik een paar van die lichamelijke kwaaltjes krijg. Vroeger, ik hoefde nooit naar de fysiotherapeut. Nog nooit geweest in mijn tienerjaren of twintigerjaren. Nu ik richting de 30 ga, merk ik wel echt dat ik best wel snel last heb van pijntjes. Of als ik ergens op de tocht heb gezeten. Of als ik niet goed heb gelegen of op een slecht matras. Dan merk ik dat de volgende dag meteen. Dus de lichamelijke aftakeling, die is al een soort van begonnen. Dit is natuurlijk ook met een knipoogje. Maar ik merk wel echt dat je lichaam heel erg verandert als je richting de 30 gaat. Of als je misschien 30 plus bent. Als ik het heel erg laat maak, maar daar kom ik later nog op terug, dan ben ik de volgende dag echt gebroken. Of als ik een dag iets heb gedaan wat heel veel inspanning heeft gekost, dan moet ik daar echt een week van bijkomen. Dat klinkt echt heel heftig, maar het is echt zo. Het volgende wat voor mij ontzettend veel is veranderd al, dat zijn vriendschappen. En dat zijn echt veel verschillende dingen eigenlijk. Als allereerste, op de een of andere manier krijg je het gewoon heel erg druk.
Waarschijnlijk komt dat omdat je misschien op jezelf woont, je hebt een baan, misschien dat je daarnaast nog studeert of iets anders, misschien dat je al kinderen hebt. Als ik nu af wil spreken met vrienden of vriendinnen, dan ja, dan pakken we onze agenda erbij en dan soms is het echt van, oh, ik kan deze week niet, oh, die week daarop kan ik ook niet, die week erop ook niet. Nou, en dan soms kom je gewoon uit op 2 maanden of 3 maanden later dat je elkaar eindelijk weer eens een keertje kan zien. Maar kom ik gelijk ook op het volgende punt. Ik merk dat vriendschappen, dat ook heel, ja, hoe zou ik het uitleggen, relaxed wordt. Omdat je op een gegeven moment ook heel erg goed weet wat je aan elkaar hebt. Wat ik heel erg heb met mijn vriendinnen, en dat vind ik zo fijn, daar ben ik zo dankbaar voor, is ook al hebben we elkaar bij wijze van spreken een half jaar niet gezien, of misschien langer, dat is niet erg. Als je elkaar dan weer ziet, dan is het gewoon weer als van oud. Dan is het echt gewoon van, oh ja, wacht even. Hoe was het ook weer met je baan? Hoe was het met dit? Oh ja, ja, ik weet het weer. Vertel, hoe gaat het met je? En dan pakken we gewoon de draad weer op. En dat is zo fijn. We hebben geen scheve blikken naar elkaar als we elkaar al een tijdje niet zien. Of als ze per ongeluk een tijdje niet reageren op elkaars WhatsAppje. Ik heb dus gelukkig een vriendinnengroep waarbij dat dus echt geen issue is. En dat het gewoon, ja, altijd gewoon goed is als je elkaar dan weer ziet. En daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Dus dan kom ik ook gelijk op het volgende. Ik merk ook dat je minder vriendschappen hebt. In het begin dat ik 20 was, had ik heel veel vrienden. Of ja, heel veel vrienden. Ging met heel veel mensen om. Sprak ik heel veel af met allemaal verschillende vrienden. En ja, dat kostte best wel veel tijd en energie natuurlijk. En in de loop van de jaren vallen er dan heel langzaam steeds meer mensen af. En dat is dan niet eens omdat je dan ruzie hebt gehad. Of dat je elkaar niet meer aardig vindt of zo. Maar dat is, ja, je groeit dan een soort van uit elkaar. Wat trouwens ook helemaal oké is. Maar dat zorgt er dus ook tegelijkertijd voor dat de vriendschappen die je overhoudt, dat die nog hechter worden en dat je daar, ja, nog meer waarde aan gaat hechten. Dus ja, ik heb zeker minder vrienden dan in het begin van mijn 20e jaren. Maar dat vind ik niet erg, want de vriendschappen die ik nu nog heb, die zijn heel hecht, heel relaxed, omdat je weet wat je aan elkaar hebt. En dat zijn vriendschappen waarvan ik nu echt het gevoel heb, nou, die vriendschappen, die zijn gewoon voor altijd. Het volgende onderwerp is uiterlijk. En daarin ben ik zo ontzettend veranderd. Dat zit vooral in mijn eigen hoofd, denk ik. Ik heb er veel meer rust in gevonden. Ik denk dat ik ook een hele grote stap heb kunnen maken dat mijn borstimplantaten eruit moesten. Dat vond ik heel erg. Vond ik heel spannend, heel eng. Ook was ik heel erg bang dat George me dan bijvoorbeeld niet meer aantrekkelijk zou vinden. En de manier waarop hij ermee om is gegaan, ja, dat heeft mij zo ontzettend geholpen. Ik denk dat aan het begin van mijn 20e jaren had ik nooit kunnen voorspellen dat ik nu zo lekker in mijn vel zou zitten, zo relaxed. Nu ben ik natuurlijk zwanger, maar als ik dan bijvoorbeeld een puistje heb, een vetrolletje, of mijn haar zit niet, of mijn make-up zit niet goed, dan is het niet zo'n enorme ramp als dat het was in het begin van mijn 20er jaren. Begin 20 kon ik me daar echt best wel druk om maken en was ik daar heel erg mee bezig om er altijd maar, ja, leuk uit te zien en alles moest helemaal perfect zijn en ik was heel erg bewust van, ja, van mijn lichaam en ik wilde, dat was eigenlijk ook nooit goed genoeg. En nu merk ik heel erg aan mezelf dat ik denk, ja, dit is gewoon wie ik ben. Het uitgaan is bij mij heel erg veranderd. Dat is echt, als ik nu terugdenk, oké, dan heb ik het over mijn tienerjaren. Dan ging ik donderdag naar de kroeg, vrijdag naar de kroeg, zaterdag gingen we naar de stad en zondag gingen we weer naar de kroeg. Dus ik weet ook niet waar ik het geld vandaan haalde, maar ook de energie. En nee, dat kan ik me echt totaal niet meer voorstellen. In het begin van mijn 20 ging ik ook nog wel redelijk vaak uit en dan ging ik ook wel eens uit samen met George en onze vrienden. Maar dat doen we eigenlijk ook niet echt meer. En dan heb ik het echt over, ja, een soort van naar de club met muziek en dansen. Dat is nu echt sporadisch. Misschien 1 keer in het half jaar of 1 keer in het kwartaal of zo. En het gekke is, ik ben daar zo oké mee. Want als we nu afspreken met vrienden, dan ga ik veel liever naar de kroeg. Lekker aan een tafeltje zitten met z'n allen en daar met elkaar kletsen of met elkaar uit eten. Of eerst uit eten en dan naar de bios. Of bij vrienden thuis. Dat vind ik ook heel erg fijn. Een tijdje terug had ik bijvoorbeeld met mijn vriendin. Dan had ik dus weer echt een slaapfeestje. Ja, dan ben je dus 29 jaar. En dan heb je een slaapfeestje met vriendinnen. Maar ik haal daar nu zoveel plezier uit. En dat hele opdoffen en naar de stad gaan, naar de club. Dat hoeft van mij eigenlijk allemaal niet meer zo. Kom ik meteen op het volgende punt. Dingen die ik vroeger bijvoorbeeld heel erg kneuterig gevonden zou hebben,
Die vind ik nu heel erg leuk. Lekker thuis knutselen. Lekker in een boekje schrijven. In een boekje lezen. Samen op de bank kruipen met een dekentje. Ja, oh, ik hou er echt van. Ik vind het echt fantastisch. Terwijl vroeger kon je dan nog wel eens denken van... Oh, wat doen al mijn vrienden? En waarom zit ik hier saai op de bank? En nu... Ja, heb ik echt zoiets van, oh, het kan me niet schelen. Staan al mijn vrienden in de stad. Als ik lekker een avondje op de bank wil hangen, dan, oh, dan is me dat zoveel meer waard. Nog iets wat heel erg is veranderd, is dat we nu op onszelf wonen. En dat we ons eigen huis hebben. Toen ik 20 was, woonde ik nog bij mijn ouders. George die woonde ook nog bij zijn ouders toen. En inmiddels hebben we natuurlijk ons eigen huis. Sterker nog, we zijn al een keer verhuisd van Hoofddorp naar hier, waar we nu wonen. Dus ja, dat is heel erg anders natuurlijk. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Je moet voor jezelf zorgen, voor elkaar. Maar je moet het huis ook een beetje netjes houden. Je moet er ook voor zorgen dat er genoeg geld binnenkomt om al die dingen te kunnen betalen. Dat zijn ook dingen die heel erg voor mij zijn veranderd. Ik moet wel zeggen dat ik er heel erg klaar voor was om uit huis te gaan. Op een gegeven moment dat... ja, dan ga je toch een soort van op elkaars lip zitten, denk ik. En dan ga je irriteren aan van die kleine dingetjes... waarvan ik nu eigenlijk denk van ja, dat is helemaal niet erg of zo. Het is gewoon een natuurlijk iets. Het is een proces waar je doorheen gaat. En op een gegeven moment dan voel je dus inderdaad van, nou, ik ben eigenlijk wel ready om uit huis te gaan. En dat was voor ons denk ik allebei het perfecte moment. Toen gingen we dus eerst naar Hoofddorp. Daar hebben we, moet ik het goed zeggen, 3 jaar gewoond volgens mij. 3 of 4 jaar. 3 jaar denk ik. En nu wonen we dus inmiddels in ons nieuwe huis. Sowieso als ik erover nadenk, vorig jaar rond deze tijd zaten we nog midden in de verbouwing. Dus ja, dat kun je eigenlijk ook bijna niet meer voorstellen. Maar in ieder geval, dat is dus ook zeker iets wat heel erg is veranderd. We zijn natuurlijk terug van onze baby moon, onze vakantie naar Curaçao. En ja, zoals je misschien weet, waren wij echt best wel avontuurlijk met onze vakanties. Lekker backpacken in Azië of rondreizen door Amerika. We zijn natuurlijk ook met zo'n camper jeep zijn we weg geweest hier in de omgeving. Dus dat zijn allemaal best wel avontuurlijke vakanties. En Curaçao, dat was sinds al die jaren, was dat weer veel meer een relax vakantie, een zonvakantie. Lekker op één bestemming blijven. S'avonds lekker uit eten gaan. Een dagje hangen bij het zwembad. Een dagje hangen op het strand. En ik heb mezelf er dus op betrapt dat Curaçao echt zo'n fijne vakantie vond. Gewoon puur omdat... je bent op één plek. In Curaçao spreekt iedereen Nederlands. Dus dat is ook nog eens een keertje heel erg gemakkelijk. Dus ja, dat was sinds tijden. Was dat gewoon een hele relaxte, ja, toch wel zonvakantie. En ik vond dat zo ontzettend lekker. Ik heb mezelf erop betrapt dat ik echt heel erg fijn vond. En dat ik eigenlijk zoiets heb van, ja, dit was echt vakantie vieren. En Thailand en Filipijnen en Maleisië of Amerika, dat is meer reizen of zo. Maar dit was wel echt gewoon een vakantie om eventjes bij te komen. En ja, dat vond ik stiekem dus toch eigenlijk wel heel erg lekker. En dingen waar ik nu heel erg naar uit kan kijken, dat zijn van die huiselijke dingetjes. Lekker samen op zondagochtend met ons baby. Lekker samen ontbijten, een wandelingetje maken door het park. Met onze ouders naar een vakantiehuisje hier in Nederland. Een weekendje weg. Zo'n soort kleine dingetjes. Oh, ik kan daar echt ontzettend naar uitkijken. Terwijl 10 jaar geleden zou ik echt gedacht hebben van... Oh my god, dat is echt zo saai. Terwijl nu denk ik van... Oh, ik kijk er echt naar uit. Zo lekker. En iets wat voor mij ook ontzettend is veranderd. En ik denk dat dit... ja, deze hele video ook wel een soort van kan samenvatten. Is dat ik zoveel meer rust heb gekregen. Ik volg veel meer mijn gevoel. En ik trek me ook niet meer echt aan wat anderen van mij zouden kunnen denken of vinden. En dat zorgt voor zoveel rust. Ik drink eigenlijk nooit echt alcohol. En ik heb heel erg lang gedacht dat dat echt wel moest of zo. Als ik dan op een verjaardag of een feestje was. Maar ja, in de loop van de afgelopen jaren heb ik gewoon zoiets van... Nou weet je, ik hou er gewoon niet zo van. Ik vind het gewoon niet per se lekker. Wat andere mensen doen, dat is natuurlijk helemaal prima. Maar het is gewoon dat ik het niet zo lekker vind of zo, de smaak. Ik doe nu veel meer waar ik blij van word. Waar ik me goed bij voel. En dat zorgt voor zoveel rust. Ja, ik denk dat ik ook wel veel minder pieker nu ik richting de 30 ga. Oh ja, voordat ik het vergeet. Nog iets wat ik heel erg aan mezelf merk. Is dat ik dingen een soort van ga afwegen. Dus stel je voor, een vriendin van mij gaat naar de stad en ze vraagt, ga je mee? Dan ga ik echt nadenken van, oké, heb ik daar zin in? Als ik meega, wat heb ik daaraan? Dat klinkt misschien een beetje egoïstisch. En ja, misschien is dat ook wel zo. Maar aan de andere kant, ja, waarom ook niet? Waarom zou je niet doen waar jij je niet goed bij voelt? En dat is ook zeker iets
wat ik veel eerder had willen kunnen doen in mijn leven. Gewoon mijn eigen gevoel volgen en niet per se dingen doen omdat andere mensen dat misschien van je willen of verwachten. Of omdat je zelf denkt dat andere mensen dat van je verwachten. Nee, als jij een avondje lekker thuis wilt blijven, dan moet je dat gewoon lekker doen. Of als jouw vriendinnen een weekendje weggaan en jij denkt eigenlijk bij jezelf van ja, ik weet niet. Ik vind het wel gezellig, maar nou, ik weet niet of ik daar wel zin in heb, want het hele gedoe eromheen. Ik weet niet of ik daar wel op zit te wachten. Ik weet niet of dat dan zelfliefde is. Maar op een gegeven moment dan vind je het gewoon zo belangrijk om naar je eigen gevoel te luisteren. En te doen waar jij je goed bij voelt. Zonder dat je druk maakt over wat anderen misschien van je denken. Of wat ze van je vinden. En ja, dat geeft gewoon ontzettend veel rust. Althans, mij geeft dat heel veel rust. En ik ben heel erg benieuwd of jij dingen misschien herkent. Of welke dingen er voor jou heel erg zijn veranderd. Want dit is natuurlijk allemaal gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring. Maar misschien dat het voor jou totaal anders is. Laat het zeker weten in de comments als je dat leuk vindt. Ik vond het in ieder geval heel erg fijn dat je er weer was. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik je weer bij een volgende video. Doei!